Mijn naam is Helga en ik wil jullie meenemen in het bouwen van ons vestingsmuizenhuis. Ik heb hem samen met mijn vader gemaakt en het hele proces wil ik jullie in meenemen. We hebben eerst alles uitgetekend, uitgedacht, op papier gezet, hoe wij het voor ogen hebben, hoe zo'n huis eruit moest zien, hoe de kamertjes zouden worden, noem maar op. Met een kopje koffie erbij, vel karton, liniaal, potlood en de voorbeeld van ons vispoort uit Elburg zijn we aan de slag gegaan. En hebben we getekend en gedaan en gemeten, gegumd, uitgeknipt, noem maar op. En het resultaat is best wel een mooi huis geworden. De afmetingen en de tekening van hoe wij het allemaal hebben gedaan, ga ik allemaal plaatsen in onze vestingsmuizenclub. En zoals jullie kunnen zien, hebben we het eerst helemaal uitgetekend op karton in de juiste mate. Zodat we ook precies konden zien of de verhoudingen ook zouden kloppen. Nou, we hebben een briefje gemaakt met alle afmetingen en met dat briefje ben ik naar de bouwmarkt gegaan. Vandaag is het even tijd om hout op te halen voor het vestingsmuizenhuis. Maar ik heb maar een kleine auto, dus moet even kijken of het in mijn auto past. Nou, of het in de auto past. Het geluid viel net een klein stukje weg. Maar ik heb de bank plat gedaan en ik ben naar de bouwmarkt gereden. En ik kon alles in mijn auto kwijt. Toen ik alles in de auto had geladen, ben ik doorgegaan naar mijn vader. En ik heb daar alles uitgeladen en bij hem in de schuur gezet. Zodat we daar ons vestingshuis konden gaan bouwen. Samen met mijn vader hebben we de voorkant helemaal uitgetekend op het hout. Daar moest natuurlijk zelf nog wat aan gezaagd worden. Nou, mijn vader heeft hem verder op maat gezaagd voor mij. En daar zie je dus al de deuren staan van het vestingsmuizenhuis. We hebben een beetje zo in elkaar gezet om te kijken of alles zou passen. Het huis op zich hebben we zover klaargemaakt dat ik zelf nog de verdiepingen kan verdelen. We hebben hier even los de plankjes ingezet om te kijken hoe zouden we het willen. Inmiddels staat hij op de plek, is hij geschilderd en al. En kan het project van het vestingsmuizenhuis beginnen. Zoals je kan zien, hij is niet al te groot, maar wel groot genoeg zodat er ruim wat muizen in kunnen staan. En als je ook zo aan de binnenkant ziet. Ja, de plankjes zijn eruit gelaten, alleen de onderste plankjes, dat is echt voor de steun, zodat we elke afdeling, elke verdieping, elke kamer nog in kunnen delen zoals we zelf zouden willen. Nou, de voorkant is al een beetje opgepimpt. We hebben al de naamsticker erop gemaakt. En vanaf nu gaan we verder aan de inrichting van het muizenhuis. Je kan het hele gebeuren van het muizenhuis kan je volgen op onze vestingsmuizenclub. Je kan daar lid van worden. www.vestingsmuizen.nl/vestingsmuizenclub. Dan kan je lezen welke voorwaarden daaraan zitten en welke voordelen eraan zitten om clublid te worden. En op www.vestingsmuizenclub heb je onze club. Je kan in eerste instantie kan je gratis lid worden. Kan je in ieder geval in het forum kan je even de sfeer proeven hoe het op de club is. En bij betaald lid heb je toegang tot alle patronen die er zijn gemaakt van de vestingsmuizen. En ook van het vestingsmuizenhuis. Ik zie je heel graag op de club. Dag!